Hallo allemaal en welkom bij dit korte filmpje waarin ik uitleg hoe leerlingen uit HAVO 4 van onze school de website kunnen gebruiken om verslag te doen van de voorlichting die ze bezocht hebben. Als je dat wil doen, dan ga je eerst naar de website die de decaan gebruikt om als een opdracht op te zetten en dat is hwc.dedecaan.net. Je komt dan op deze pagina uit, hij is weer nieuw, anders dan vorig jaar als je vorig jaar ook in gebruik hebt genomen. En je klikt dan op het knopje inloggen. Dan kom je hier terecht, dan gebruik je je leerlingnummer om in te loggen en natuurlijk je wachtwoord. Mocht je dat wachtwoord nou niet meer weten of het zijn vergeten, dan klik je natuurlijk op wachtwoord vergeten of hulp nodig. Mocht je voor de eerste keer komen, bijvoorbeeld omdat je uit VMBO T4 komt dit jaar, dan registreer je eerst, zeg je ik ben een leerling aan het Herman Bessing College. Klik je op registreren, vul je gegevens in en dan krijg je vanzelf een account en een wachtwoord in je e-mail. Als je vervolgens inlogt, dan kom je op dit scherm terecht. Je ziet, ik heb een dummy aangemaakt, Jan van der Test. En vervolgens is belangrijk voor jullie het programma Keuzeweb. Dus je ziet hier een balk met een heleboel opties. Keuzeweb is het programma waarin je al je opdrachten maakt voor het LOB-dossier. Dus het dossier waarin je verslag doet van hoe je met je toekomst gaat werken. Nou, eigenlijk zie je dat het net als vorig jaar een soort van heel simpel ganzenbordspel is. Met een heel aantal opdrachten. En als je die gewoon eens even bekijkt, dan zie je, er zijn een aantal opdrachten bij. Sommige zijn verplicht, dat zijn de blauwe opdrachten. Andere zijn keuzes. Sommige opdrachten kan je gewoon nog een keer maken nadat je ze vorige keer hebt gemaakt. Maar je ziet bijvoorbeeld, opdracht maken, je hebt goed gekozen. Wat wil ik? Studeren. Allemaal hele korte opdrachtjes. Om eens te kijken van hoe het ervoor staat en waar je mee bezig bent. Er zit een opdracht bij, door naar het VWO, wat je daarvoor moet doen. En achter de verplichte opdrachten zie je een datum staan. En dat is de deadline die je moet gebruiken om bepaalde opdrachten af te hebben. Hoe kun je nu verslag doen van een open dag? Want daar gaat het eigenlijk allemaal om. Hopelijk weet je dat je in HAVO 4 drie keer voorlichting moet hebben bezocht dit jaar. Dat kan zijn de avonden van voor straks. Dat kan ook zijn een open dag. Dat kan zijn dat je een keer meeloopt. Nou, al die dingen zijn mogelijk. Hoe doe je dat nu? Het is heel erg eenvoudig, maar ik laat het toch even zien. Als je aan een open dag bent geweest, dan sleep je die opdracht gewoon naar je ganzenbordspel toe. En vervolgens staat hij er en kan je die opdracht ook gaan maken. Dan moet je het niet vergeten, want je kan natuurlijk wel die opdracht naartoe slepen, maar je moet hem ook even gaan maken. Dus als je dan eventjes op de opdracht klikt, zie je wat er allemaal van je gevraagd wordt. Je hebt een open dag bezocht. Er staat bij welke open dag het geweest is, naar welke school ga je, welke universiteit ga je bezoeken. Stel de vragen en vervolgens word je op de volgende pagina dan gevraagd hoe het geweest is. Nou, zo simpel is het eigenlijk. Drie voorlichtingen moet je dus dit jaar bezocht hebben. Dat wordt ook wel gecontroleerd. Is een voorwaarde om over te kunnen naar HAVO 5. Dus hou dat wel in de gaten. Als je in plaats van een open dag bijvoorbeeld hebt geproefstudeerd, kan je ook die opdracht gewoon naar de slang slepen. En je ziet nog andere opdrachten die je zelf kunt inplannen. Hou het dus een beetje in de gaten. Zorg ervoor dat je ook, als je het op je driehoeksgesprekken hebt, of gesprekken met je mentor, dat je deze website kent en dat je weet welke opdrachten je een beetje gemaakt hebt. Af en toe zal je er door je decaan ook wel aan herinnerd worden. Mocht je er vragen over hebben, neem ook dan contact op met je decaan.